Petrus, niet voor engeltjes. Steve, je stapt net het trainingsveld af na de vrijdagtraining. Hoe is het gevoel zo net voor Standaard? Maar goed, ik denk de voorbereiding is vlot verlopen. We hebben niet verloren de voorbereiding. Dat moet ons een goed gevoel geven naar Standaard toe. En ja, het is tegen een topper, dus dat moet ons extra motiveren zondag. Je zegt het net, je hebt niet verloren in de voorbereiding. Welke conclusies mogen we daaraan vastknopen? Ten eerste is het vertrouwen goed als je niet verliest. Maar we moeten altijd opletten voor als de dag er eens komt omdat als je iets verliest, dan moet de groep sterk genoeg zijn om er terug bovenop te komen. Maar ik denk, het is een topwedstrijd die we gaan spelen zondag. En we hebben daar eigenlijk niks te verliezen, maar we moeten met vertrouwen meenemen en voor die 3 punten gaan sowieso. Is het misschien toch de goede moment om naar Standaard af te zakken? Misschien zijn de automatismen er nog niet bij hen, want er zijn veel nieuwe spelers bijgekomen. Ja, oké, maar bij ons zijn er ook een paar nieuwe bij. Ik denk, zij zullen ook wel alles gedaan hebben om klaar te staan zondag. En wij zijn dat en we zullen dat ook zijn zondag. Zijn de nieuwelingen al gewaarschuwd voor de hel van Sklisse? Ik denk dat ze dat alleen maar kunnen bekijken zondag, wat de echte hel is van Standaard. Maar het is altijd een schitterende sfeer. Het is voor 25.000 man en als je daar kan spelen, dan doe je gewoon je uiterste best. En dat is gewoon extra stimulans om daar te kunnen spelen. Conclusie, Zoutwaardem is er klaar voor om er zondag stevig in te vliegen. Ja, ik denk dat we een zware voorbereiding achter de rug hebben. En we zijn er klaar voor en een mooi open op Standaard. Dus we gaan ervoor. Hoe belangrijk is een goede competitiestart? Zeker als je het beginschema van Zoutwaardem ziet? Ja, ik denk een competitie is over meerdere matchen. Er wordt niet alleen maar zondag gespeeld. Het is niet omdat we gaan misschien zondag verliezen dat de competitie voorbij is. Een competitie duurt heel lang, match per match nemen en verder opbouwen in de positieve zin. Maar zondag is de eerste opdracht, een belangrijke opdracht en daar 100% voor gaan. Oké, Steve, succes. Dank je. Zoutwaardem, pip, pip! Hey!